De hoofdklasse speelt FC Schavenzande de thuiswedstrijd tegen Smitshoek. Ja, en FC Schavenzande, als we dat nog eens even kijken, de laatste wedstrijden, klopt, die zitten duidelijk in een negatieve flow. Ja. Het is hoog nodig dat die ploeg nu een keer dat om gaat zetten in punten. Klopt, ik denk dat ze dat zelf als geen ander beseffen. Want die mindere reeks na een hele goede start. Dat resulteert nu in een gedeelde vijfde plek op de ranglijst. Smits zoekt maar één punt minder. Klopt. Vorige week verloren ze overigens van Jong Den Bosch. Dat kan, die staan tweede. Ja. Goede ploeg. Hè? Maar nu thuis moeten ze die negatieve spiraal gewoon doorbreken. Ik zeg gewoon, maar dat is nog best een uitdaging. Aan scorend vermogen zal het ze niet liggen. Smitshoek, één punt. Op het moment dat ze winnen, slaan ze een gaatje. 4 punten. Ik denk Schravenzande thuis. Ja, ik geef ze met het thuisvoordeel een grote kans op de overwinning. Uit won Schravenzande overigens met 4-2. Ja. Alleen in het verleden behaalde resultaten. Wat ze zeggen. Spelen in ieder geval op Roongras. Dus altijd even afwachten of dat inderdaad doorgaat. Nooddorp overigens vorige week heel knap tegen Spijkenisse. Volle buit. Ja, Dick Boerboon weet met zijn mannen wat ze moeten doen. Wedstrijden winnen, nu naar Zwaluwe toe. Kunnen ze dat... Ook een ploeg die eigenlijk op hetzelfde niveau in de ranglijst staat als Spijkenisse, waar ze dus afgelopen zaterdag van wonnen hebben, maar één puntje verschil tussen die beide ploegen. Eerste wedstrijd eindigde in 1-1. Ja, en wellicht kan Dick Boerenboom met zijn mannen dat goede gevoel vasthouden. We hebben natuurlijk een leuk trainingskamp gehad in Spanje. En zijn heel goed weer van start gegaan. 1-0 overwinning. Dat geeft wel vertrouwen. Dat geeft heel veel vertrouwen. Maar goed, als je kijkt naar de stand, ze hebben nog maar 9 punten uit 16 wedstrijden. En als je kijkt naar de ploegen die erboven staan, het zal aardig zijn als ze in ieder geval een plaatsje kunnen stijgen. Ja. Dan kunnen ze wellicht in ieder geval de rechtstreeks degradatie ontlopen. Maar zijn ze wel veroordeeld tot PD-wedstrijden. Maar goed, dat is nog een ver weg op dit moment. Dus ik zou het heel aardig vinden en knap vinden als ze komende zaterdag in ieder geval een punt pakken daar.